Vandaag is de bietendag, bietenmiddag van IRS PPO hier in Lelystad. En daar presenteer ik iets over spuittechniek en driftreductie. Naar verwachting komt er volgend jaar een invoering van een minimale 75% driftreductie op alle percelen, ongeacht of er wel of niet een sloot langs de percelen ligt. En dat vraagt dus weer meer van de telers van ja, hoe kan ik 75% driftreductie realiseren, hoe moet ik dat doen? Dus vandaar die interesse nu om dat hier te presenteren op deze dag. En drift, dat zijn dus alle druppeltjes die tijdens de toeding tot buiten het perceel wegwaaien. En dat kunnen we klassificeren ten opzichte van een referentietechniek in 50, 75, 90, 95, eigenlijk tot aan 99% driftreductie. Er staan een paar spuiten gedemonstreerd hier van standaard spleedoppen, driftreducerende doppen op een gewone spuit. Er staat een luchtondersteunende spuit, er staat een wingsprayer, sleepdoekspuit en een rijenspuit staat er ook. En dat zijn allemaal verschillende vormen die in verschillende mate drift kunnen reduceren afhankelijk van de toepassing. Weliswaar is bij doppen altijd heel erg belangrijk dat de druk dan wel ook goed is, dat die niet te hoog is. Nou, als je een standaard spleedop hebt, dan heb je een hele fijne verdeling, heel veel depositie zeg maar op elkaar. Dit is een geel oppervlak waar de blauwe verkleuring de vloeistof is die op dat oppervlak gekomen is. Ga je naar verschillende maten van doppen die meer of minder drift reduceren, dus gaat eigenlijk deze kant op naar meer driftreductie, dan zie je ook dat de vlekken groter worden ten opzichte van de standaard en dat er grotere afstanden tussen de vlekken kunnen ontstaan. En dat kan dus betekenen, afhankelijk van het product wat gespoten wordt, of dat wel of niet een risico voor de bescherming of de gewasbescherming of de effectiviteit van de bespuiting gaat geven. Maar dat wil niet alles zeggen. De formulering, de dosering, die maakt nog verschil. We staan hier bij de proefveldspuit. Daar zitten een heleboel verschillende tanks op, waaruit verschillende combinaties van gewasbeschermingsmiddelen gespoten kunnen worden. Die dan via verschillende leidingen op de spuitboom ook heel snel gewisseld kunnen worden afhankelijk van de proefveldjes. Daarmee kun je kleine proefveldjes makkelijk spuiten. Wat er in ieder geval ook op zit, is als je een proef wil doen met driftreducerende doppen, dat die doppen er ook op zitten. En zo zitten dus de verschillende doppen op, een blauwe, een rode en een andere rode. Maar deze rode en deze rode, die verschillen heel erg. Dit is een standaard spleedop en dit is bijvoorbeeld een 75% driftreducerende dop bij 3 bar. En dit is bijvoorbeeld een 75% driftreducerende dop bij 1 bar, 2 bar. En op die manier kun je dus verschillende grofheden, zoals ik net heb laten zien bij die plaatjes, kun je dan realiseren en daarmee krijg je ook verschillende vormen van effectiviteit in je bespuiting, afhankelijk van de middelen die uit de verschillende tanks komen. Vandaag waait het heel erg hard, de windmolens draaien goed. En dan als je onder deze omstandigheden zou moeten gaan spuiten, dan moet je die dop heel dicht bij het gewas houden, laag bij de grond. En daar is die wingsprayer, die sleepdoek, is daar een uitgesproken techniek voor. Dat is bijvoorbeeld een sleepdoek, wingsprayer. Deze flap die glijdt over het gewas heen, over de grond heen. En die houdt daarmee deze dop altijd op een vaste afstand. En daarmee heb je een lage spuitboomhoogte, een lage dophoogte boven de grond. En dus een hoge mate van driftreductie. Dat is een 90 tot meer dan 95% driftreducerende dop. Met een standaard spleedop of een 50% driftreducerende dop. En op die manier heb je dus een hoge mate van driftreductie door een aanpassing van je basisvorm van je spuit. Door er dit soort flappen aan te maken, kun je dat dus bijvoorbeeld realiseren.